kan spelen zorgen voor werkgelegenheid en is een inkomstenbron voor de overheid. Echter moeten de sociale problemen die hiermee gepaard gaan niet uit het oog worden verloren. Dit haalde VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin afgelopen vrijdag aan in het parlement tijdens de behandeling van de wet Casino Wezen, wet Toezicht en Controle Kansspelen en de Loterijwet. Gayadin geeft aan dat kansspelen de potentie hebben te leiden tot gokverslaving en gezinsontwrichting. Ja, het is een bron van werkgelegenheid en andere economische activiteiten. Ga maar na dat je een casino kan hebben. Alle toeleveringsbedrijven van groente tot taxi en alles dat erbij komt. Nu deze wetten in behandeling zijn, is Gayadin zich ervan bewust dat belanghebbenden aan politici kunnen trekken om hun belangen te beschermen. Een soortgelijke situatie was reeds merkbaar bij de wijziging van de wet Hazardspelen in 2019. Daarom vindt hij het belangrijk dat er met deskundigen wordt nagegaan wat er met de drie eerder genoemde wetten bereikt wil worden. We beginnen met meest ingrijpende, maar dan wel ook verteerbare, omdat in de wereld we zien dat het simpel uit te voeren is, voorzitter. Sorry. Het is meer dat je als overheid je houdt aan de regels. En zoals ik zei, dat die koppeling gemaakt wordt tussen een casino en je hotelbedrijf, dat die koppeling nooit en te nimmer losgelaten mag worden, maar er zijn uitzonderingen gemaakt, voorzitter, dat kan niet. Dus ik denk dat daarin in de wet expliciet duidelijk gesteld dient te worden. En zij die niet daaraan voldoen, ja, geven we in het kader van overgangsregeling, als ze dat niet voldoen, dat ze dan dat de vergunningen ingetrokken worden. We beginnen met mees. Gayadin zegt dat erop moet worden toegezien dat de koppeling hotel en casino uiteindelijk niet meer wordt nageleefd. Suriname moet volgens hem duidelijke regels stellen, zodat casinowezen niet voor te veel sociale problemen zal zorgen.